What up, G? My god. Dus als we weer een haar wil. Ik weet niet wat vandaag voor leuk staat. Oh, je bakkeluisje. Hoe is het mogelijk? Ik weet het niet, ik kan alleen maar jou. Hoe leuk is dit? Kijk nou. Ik lijk wel bejaardbal. Ik heb een voorhoofd. Just joking. Okay. Welkom weer bij onze nieuwste vlog. Wat gaan jullie allemaal in deze weekvlog zien? We hebben Laura haar baby shower van haar kleine babyboy. We hebben een heel leuk event van Christine Leduc. We gaan, zoals jullie al weten, naar Londen. Zie je alle ins en outs, onze setjes en onze voorbereidingen. Dus blijf kijken, want er komt hele leuke content aan. Duimpje omhoog. Abonneren. Love Niners. Oké, girls. Ik ben onderweg naar Laura de baby shower. En ik sta een beetje in de file. Stapvoets. Dus ik hoop dat ik straks door kan rijden. Maar het is super exciting. Het is natuurlijk een verrassing. Ze weet van niks. Het is gelukkig heel mooi weer. Het is in het Amsterdamse bos. Daar hebben we eerder haar... De rotonde, de tweede afrit nemen. En volg dan de haar genderparty gehad van kleine Julia. En toen zei ik dat het een meisje werd. En het werd ook een meisje. En bij dit babytje had ik ook al het sterk gevoel dat het een jongetje is. En het is ook weer een jongetje. Tot nu toe heb ik het bij iedereen goed gehad. Dus ik vind het wel heel grappig. Dat ik daar een soort van feeling voor heb. Maar goed, het is 50-50% kans. Dus ik ben nu onderweg. Het thema was een touch of blue. Dus ik heb mijn beeldige wijnerstasje meegenomen. En ze touches blue. En ik heb wel denim aan, maar ik vond dat niet helemaal in het thema. Want ja, denim is wel blauw. Oh, kut. Mijn naam is blauw. Dus ik vond het niet helemaal het thema. Dus ik heb toch wel iets babyblauws meegenomen. En ik heb een super passend cadeautje voor haar. Op onze trip naar Saint-Tropez, waar onze lieve vriendinnetje Coco woont, waren wij een heel leuk strandtent. Volgens mij heette dat, even goed naar de Verderop links afsluiten. Boeddha? Iets met Boeddha? Ik ga het zo even voor jullie zoeken. Daar had ik enige kleedjes gekocht, ik weet niet of jullie nog weten. Nou, ik had dus eentje voor Rob gekocht, eentje voor Livia gekocht, eentje voor Julia gekocht en nog eentje voor Rob gekocht. Omdat ik het dus zulke mooie kleedjes vond. En je kan niet genoeg kleedjes hebben of dekentjes als je een kindje krijgt. En nu had ik met Laura gesproken en ik zag dat ze nog steeds een kleedje voor Julia gebruikt. En dacht ik, oké, ik geef mijn reservekleedje wel even aan Laura. Want wie weet krijg ik nooit meer kinderen. En zij gebruikt hem elke dag voor Julia. En nu is dit beter bij het blauwe thema. Dus dat heb ik als cadeau meegenomen samen met Marie. En even kijken hoor. Oh, ik voel nog steeds goed. Na 300 meter bij het verkeerslicht. Dus ik ben heel benieuwd. Afslaan, het is waarschijnlijk, paardweg. Denk ik, een picknick. Heb ik zo'n vermoeden. Want het is heerlijk weer. Het is op een grasveld. Maar we gaan het meemaken. En ik draag de beeldige jas van mijn mama. Helemaal in het zilver. Maar ik zal straks nog even mijn outfit beter filmen. Alle brillen die wij dragen zijn van zonnebrillen.com. Om ook al die vragen te tackelen. Dus ik ben zo bij jullie terug. Nou, Marie heeft het ook eindelijk gevonden. Ik ga eindelijk goed. Hoe leuk. Laura de baby shower. Je bent er. Ik gewoon Je bent er. Ik ga anders wel naar huis. Ja, ik had het helemaal gehad. Hoe lief. Laura Mocktail Bar. Dit is voor de queen herself. En dan gaan we zo ook verven. Heel cute. Ik wist, ik ga naar mijn baby shower. Hola. Dit zou zijn. Leuk. Kijk, haar nou mooi uit. Oké, Laura de baby shower. Dat is alweer 2 weken geleden, denk ja, ik. Ja. Want wij uploaden nu om de 2 weken. Maar het was superleuk in het Amsterdamse bos. Had Ryan voor haar geregeld. Ja, een hele leuke picknick. Nordic picknick, die ook bij onze verjaardag was. Het was echt een hele mooie romantische setting. Het weer was echt niet normaal mooi, dus dat was ook echt een mazzel. Dat was echt waanzinnig. En Marie, die was niet te laat, maar nee. Die kon het dus niet vinden, want het was dus
Het Amsterdamse bos is dus een bos en dan heb je allemaal verschillende plekken waar je dus naar binnen kan. Nou, de huidige locatie die ik van jou had kunnen delen, veranderde iedere keer. Dan moest ik weer naar links, naar rechts. Dus ik deed er bijna een uur over, terwijl het normaal echt 20 minuten van mijn huis is. Ik was zo snel dan jij. Dus ik werd helemaal gestrest. Ik zei, nou, ik ga wel naar huis toe. Dus vandaar dat je mij gestrest ziet aankomen rennen, want Laura was er al bijna aan het rijden in iedereen. Maar ik heb het wel gered. En het was super gezellig en het is super spannend voor Lau. Ja, eigenlijk een jongetje onderweg. En bijna, ik denk als Lima is, jaar 1 wordt, kan Laura zomaar zijn bevallen. Dus het is wel heel spannend. Misschien dat jullie in de volgende week vlog wel Laura de kleine baby. Ja, ik weet het niet. Wat je in twee weet weken. Het nooit. Oké, nou. We zijn aan het... What up, G? Doe maar peace. Rock gaat mee. Rock gaat mee naar Londen, want mama wil toch niet alleen. Ja. Nicky liggen. Ga je mee, Rocket? Nee, zie je wel. Blijf je bij papa? Oké, nou jongens, een hele erge big sneak peek in de background. Yes, yes. Ik doe even de dansen. Gekke mami. Muziek uit. Gekke Marie. Ja, Marie is heel gek. Gek, we zijn onze koffers aan het inpakken met de nieuwe collectie. We hebben net alle schoenen uitgekozen bij Bo. Oh my god, dat is een heel big sneak peek. En Rock die helpt ons mee, ons kleine hulpertje hier. Vandaag at the office en ik loop hem even achterna, want we hebben hier een heel gevaarlijk gat. Hoppa! Het is hier echt een troep. Maar ja, het is dus Madhouse. Oké, ik ben zojuist vanochtend naar de kapper geweest. Dat zoals jullie misschien kunnen zien. Ben ik een stuk blonder. En ik kijk af en toe naar rechts. Want Loesje die zou voor mij even een blazer komen brengen. Ik ben er dus achter gekomen. Ik heb geen zwarte blazers meer voor zomerweer. Ik heb wel heel veel leren blazers. Leren jassen, noem alles maar op. Leer. Maar niks een beetje... van het stofje wat ik nu aan heb. En dat heeft Loesje wel, dus ik ben elke keer een beetje naar rechts aan te kijken. Maar ik heb dus mijn haar laten doen bij Ruby vanochtend. En de onderkant is nog wel gewoon donker hoor. Zoals jullie zien, alleen de bovenlaag is meer blond. Want wij gaan naar Londen. En daarvoor heb ik mijn nagels laten doen. Ik heb mijn haar laten doen. Ik sta echt mega dubbel op keer. Maar het is mega druk in Zandvoort, want Pinkster weekend. Dus ik denk dat heel veel Duitsers en toeristen hierheen gaan. Dus, maar ja, waarvoor ben ik zo gekleed? Jullie kunnen het niet zien, maar dit achterkant van dit pak is... Oh, je ziet het wel een beetje. Is heel sexy, want ik ga naar het Christine Leduc evenement met Marie en met Noah. Noah is een... Ja, is wel een vriendinnetje van ons geworden, denk ik, ja. Ze heeft ons een paar keer geholpen met de motorfabriek en ik ken haar al een tijdje. Ook bij onze opening van ons pand was ze er nog niet als vriendin, maar als help met iedereen te beglitteren. En Noah is nu ook zwanger, dus dat is een banding. Zo, daar haal je haar. Ben jij nou gewoon met de auto hierheen? Ja. Oh, ik heb zo'n zware tas. Ze zegt niet wat. Als anders heb je daar nog heen. Ik moet naar Christine Leduc. Oh, evenement. Leuk. Ja, heel leuk. Heel leuk. Maar ja, ik had dus helemaal geen blazer. Ik had een hele andere auto aan gedaan. Ja. Toen zei jij, oh, ik heb wel een blazer. Ja, ik heb er toch wel eentje van Mugler gekocht vorige week. Bij H&M. Oh, wat is dat die? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Dus, maar vindt het staat nog zoveel. Ja, maar het is bijna de echte Mugler prijzen. Nee, schat, allemaal 50 euro, 70 euro. Wordt niet verkocht. Oh. Ja, je moet echt even kijken. Oh, dat gaat ik heb gisteren zo'n die body gekocht, maar dat die. Ja? Nou, hij was 65 euro. Nou, dat is niet veel geld. Ja, nee. In de pakken, dus ik moet naar je auto rijden. Ja. Oké. Okay. Loesje woont net buiten het dorp en ze is nu met de auto in het dorp. Nou, dat is wel heel knap hoor, jongens. Dat is very knap. Ze wisten helemaal niet dat de vlog aan stond. En deze maait. En ik ben ook alweer helemaal de auto aan het inparkeren. Terwijl ik nog 1 seconde weer weg ga. Maar goed, hè? Who cares? Mijn piepers doen dat denk ik niet. Oh, hij is enig. Ja. Oké, ik heb Loesje de blazer aan. Mijn pak is, ben ik dus achtergekomen, is meer bruin dan zwart. En we zijn... Oh my god. Net alsof je door een haarbal bent gelopen. Ja, sherry hè. En ik heb hem niet eens aangedaan hè. Moet je nagaan. Ja, nou echt wel. Het hangt er gewoon in mijn huis. Het zit ook onder de vlekken, dus je hebt hem wel aangedaan. Ja, vorige keer. Ik ga het even filmpje maken dat deze leuke jurk in de ziel is. We hebben dus allemaal dezelfde bril. Noah, is er een echte thuis? Heel gezellig. Kijk, Marie heeft ook dezelfde bril.
Nou, ik ben heel benieuwd. Ik zie wat vandaag voor leuk staat. Oh. Hallo. Nou, we zijn dus bij Footsie Christine Leduc. In Hotel ik Arena. Voor de Rijnshow. Ik wist niet wat dat is had. Waar. Kom, hè? Dat hebben we toen niet gedaan. Nou, entree. Dag. Christine Leduc event geweest. Ja, het is de modeshow. De modeshow. Voor het eerst hebben ze dit zo georganiseerd. Ze gaan een nieuwe richting op. Een nieuwe branding. Ja, nieuwe rebranding image. Eigenlijk. Ja. En dan gingen we heen met Noah. Ja. En Noah die is eigenlijk een modelletje van ons. En die heeft ook op een event gestaan. Die heeft wel, haar eigen agency. Dus eigenlijk echt een... Klinkt het heel erg leuk. En ze is nu ook zwanger. Dus dan kan ze ook weer een beetje ons om advies vragen. En dan wil ik weer een beetje... meer vriendinnen gewoon met kindjes. Want soms als je dan geen kindjes hebt, dan begrijp je ze niet. Of niet heel goed. Waarvoor je al een avond om 9 uur bed ligt. En zij is een ambassador van Christine Leduc. Dus kon nog samen gezellig met de drietjes heen. Dat was in Hotel Arena in Amsterdam. Ja. We hebben er echt in het ver verleden ooit zelf gekeken voor een modeshow. Klopt. En dus voor een intieme setting is het echt een prachtige locatie. Maar toen de tijd hadden wij een te grote gastenlijst. Dat kon het niet. Ja, wij wilden iedereen zitten, dineren. Dus daar zit inderdaad staan. Dus het is ruim genoeg, maar niet voor niet, een sitting voor zo'n concept. Maar het is echt een prachtige locatie. De show was ook heel erg leuk. Heel veel diversiteit qua modellen en ook qua leeftijden. En het is altijd leuk om eventjes ook een andere merk modeshow te gaan bezoeken. Dat je kan zien hoe zij het organiseren en welke mensen er komen. Maar ik moet zeggen, ze hebben het goed, heel goed georganiseerd. Maar onze shows zijn ook altijd dan wel heel goed georganiseerd. Ja. Als je dan zo'n beetje vergelijkt, denk je, oh, dat is echt wel grappig. Hoe iedereen dat zo helemaal anders in je eigen stijl doet ook. En het leuke was dat Maria en Kim ook meeliepen. Dus die hebben we ook voor gesupport en voor gejuicht. En het zag er ook hartstikke leuk uit. Ja, het was gewoon een hele leuk avondje. Eventjes gewoon... Een middagje. Vanaf 4 tot 8 was het of zo. Ja, klopt. Het was even leuk om er even uit te zijn. Zomer op een doordeweeksdag. Want we hadden het namelijk mega druk. Want wij waren midden in onze Londen voorbereiding met koffers pakken. Dus we zijn wel geweest, maar we hebben eigenlijk... Ja, we waren wel weer om 8 uur gewoon meteen weer richting huis. Omdat we ook al weg gingen naar Londen. En we niet te veel bij de kindjes vandaan gaan. Oké, Marie en ik zijn voor Londen aan het inpakken. Dit is echt maar een heel klein deeltje schoenen, want Bo Berens heeft ons schoenen opgestuurd die wij gaan meenemen. Die hebben we helemaal uitgekozen bij onze setjes. Ja, bij de collectionen. Bij de collectionen. Dus ik ben echt reuze benieuwd. En ondertussen, want hier is te veel information nu, hebben we de koffers ook al ingepakt. Dit moet nog allemaal mee. Dus Marie en ik zijn de laatste dingen aan het inpakken. Op als Pinksterdag. Dus nu is het op zich wel heel relaxed. Want kunnen wij dit rustig afmaken? Oh, die kagels. Ja, die zijn dus enig bij een jurk die wij hebben gemaakt. Dan kun je een beetje het vibe denk ik al raden. Want dit vind ik dus een beetje edgy, bold, gothic achtervibe. Ja, die is al goed. Doos kunnen niet meenemen. Passen. Meteen even passen. Oh, het nadeel is dat ik het altijd meteen zelf wil houden. Kijk hoe enig. Even mijn nagellakken zwart, zie ik. Hoe leuk. Oh, als jullie afvragen. Nou ja, ik zie het goed uit. Wil je zeggen. Ik heb net de koffers gesjouwd naar mijn auto. Want het past niet in mijn auto, want ze heeft 2 kinderen. Nee, dus auto is niet die doen. Het past geen ene. Het past wel heel veel in, alleen niet de koffers voor Reiners. Dus ik ben helemaal buiten adem. En we gaan nu even mijn schoenen ophalen bij mijn ouders thuis. Want die zijn heel leuk bij mijn auto, dat ik morgen bij de airport moet aandoen. Ik heb er zin in. En Ja, ben jij echt heel excited? Ik ben heel excited. Ik dus niet. Ik kan uitslapen. Ik word s'nachts niet wakker. Ik kan gewoon een keer normaal make-up in de ochtend doen, dat je... Ik ben uit eten. Ja, ik doe dat op zich allemaal wel. Ik word niet wakker 's nachts. Ik kan op zich best wel uitslapen. Ik ben nog om 9 uur wakker. Dat is uitslapen hoor.
Ja, dat zeg ik, dat ze echt uitslapen. Ja. Ik ga echt Rokje en Michael missen. Rokje natuurlijk veel meer. Nee, ik ga ze ook wel missen. Maar als ik hem niet al zie, moet ik al huilen. Ik ben niet zo even als jij. Maar we gaan het onwijs gezellig hebben. Dat weet ik ook wel. Mm-hmm. Het is geen straf. Nee, als je het een straf vindt, dan wordt hartstikke gezellig. Maar toch wel lastig, hè? Oh. Dat ben jij. Wat vind je van jou moeten zijn? Ik had alleen nog ook even van mijn zonnebank gewild. Victor Collectie, mag je wel niet zijn. Ja, ik heb wel de nagels gedaan. Mijn haar wilde ik doen. Maar het is qua feunen, maar het is pinkstraat. Helemaal niet over nagedacht. En mijn kapster is weg. Ze moet het zelf gaan doen. Ah, meeste horror ever. Maar dat wil ik wel zelf hoor. Je hebt nu een Dyson mee toch? Dyson Airwrap en ik heb een krultang mee, contactloos. Dus ik kan ook nog even een krul maken als ze ontzet zijn. Even een volume zijn. Waar ga ik? Leuk voor mee? Ja. Zijn het toch niet? Oh ja, ik ben helemaal een soort van van. Nee, ik niet. Nee, maar die vindt het een feestje. Nou, het is ook een feestje. Leuk, Londen. Ja, het is je beste vriendin. Of vriendinnen. Maar ik zie jou niet als vriendin. Waarom niet? Wat ga je van je beste vriendinnen? Ja, maar ik vind het gewoon meer zin. Nee, want soms heb je een zus waar je niks mee hebt. Dat is waar. Nou, oké. Soulmate. Ja. Nou, we gaan leuke dingen doen. We gaan het eten. Ik zie nu leuk uit. Oké, tandjes maken. Ja, ik heb zelfs schoenen halen. Hopelijk zijn het de schoenen die ik in mijn hoofd heb. Pientjes vandaag gaan. De volgende dag moesten we al meteen onze koffers pakken. Dit hebben we eigenlijk best wel veel dagen moeten doen. We hebben cassettes heel veel voorbereid. We hebben schoenen van Bo Berends uitgeleend voor echt alle complete looks te creëren. De meest waanzinnige schoenen. Meestal als wij die schoenen krijgen denken we van ja, willen ze toch wel weer houden. En die Lavents zijn wel echt het meest. Die Metallic is niet normaal bij onze cargobroek. Ja. Dus we zullen zo even die schoenen laten zien en eventjes met onze cargobroek. Die koffers zijn zo zwaar, we hadden een overgewicht van 8 kilo. Ja, dus we hebben echt 29 kilo koffers en dan moeten we nu boven in die trap. Dus we gaan zo even vragen voor ons naar boven willen tillen. Zodat we even de leuke shopvlog voor jullie kunnen laten zien. Goedemorgen, Lucia. Hoe is het mogelijk? Ik weet het niet, ik kan alleen maar jou. Het is echt niet zo. Ziet ze er beeldig uit, meid. Het is zo lekker warm. Maria, jij moet achter zitten. Ja, enig. Ik heb ook nog sokken erin gedaan. Ik wist niet dat je sokken nodig had. Oh, sokken. Ja, maar voor mijn slippers. Leuk. Oké, we zijn er. Hopelijk hebben we onze vlucht nog. Redden we onze vlucht nog. Vertrek al 3. Londen, here we come. Het is de tijd, want het lijkt wel alsof jullie wisten dat het laatst zou komen. Ja, want ik was eerder. Ja. Oh, ik heb toch een stuk om deze meid. Het is gewoon te laat. Nee, helemaal. Nou, je ziet er nog heel stylisch uit, moet ik zeggen. Het is nu 5:30 ochtend. Zou ik niet zeggen, hè? En je zou het niet zeggen. Ik moet zeggen, ik zie er wel best oké uit. Alleen ik heb een beetje zwart onder mijn ogen hier. Lachen. Omdat ik zo moest lachen om Lucy in de Coachella uit zit en dat ze gewoon niet wakker was. Toen ik voor de deur stond in de taxi. Een kwartier lang kunnen uitslapen. Oepsie. Gelukkig was ik dus extreem op tijd, want anders waren we hier dus te laat. Zo gelachen dat ik eventjes een concealer onder mijn ogen wil doen. Niet gehuild, maar gelachen. Nog niet gehuild. Dat heb ik gisteren gedaan. Zijn ze nou open? Ja. Nou, nadat wij 40 minuten hebben gewacht dat iets open was, iets vreselijk vies hebben besteld, liepen we langs Joe & Juice. Dus we hebben gewoon nu allebei besteld. Ik heb een Turacado, een Power Shake, Joe ook. En Lucia heeft Joe's Identity. Ja, is dat iets met spinach of zo? Green. Ja. Green. Healthy. Healthy. En Joe heeft nog een acai bowl. Hoe leuk zijn die oorbellen van bij die hoodie? Oh, heel collection. Zal ik even een leuke airport foto maken? En dan gaat onze trip van start. Ja. Gaat het terug. Ik zei tegen mij hoe erg het is dat je rond moet en je kan niet winkelen. Ja, dat is echt erg. Ik ben wel erg. We gaan morgen, gaan we de hele dag nog. Nee, ik ben met u inchecken. Doet is helemaal ready. Ik heb mijn haren gedaan. Oh, dat is, ik lijk wel een bejaardbal. Ik heb hem voor. Maar ja, ander mens dan ik dit. Woe! Zo, we zijn er. We meen het. Oh, meid. Ik ga wel.
naar Londen. We hebben een hotel geboekt, Hotel Café Royal. Ja. En we gingen er dus met Loesje heen. Eigenlijk ook een soort van birthday trip gecombineerd met een campagnetripje. Ja, we waren beide namelijk afwezig op elkaars verjaardagen. Loesje was er niet en wij waren niet op haar verjaardag. Nee. En we dachten, wie kunnen we nou meenemen die ook een beetje in het wereldje zit qua foto's maken en reels, en dat ook nog een beetje een girls trip. En toen dachten we aan Loesje. Ja, dus het was echt heel gezellig en de reis begon dus echt heel hectisch. Ja. We moesten midden in de nacht vliegen, dus om 4:30 stond de taxi er en ik was best wel emotioneel, want ik ben voor het eerst weggegaan bij Rocket een hele nacht en 2 volle dagen. Ja. Dus ik zat een beetje in mijn emoties in de taxi, maar ik was me helemaal gemake-upt. Ik denk, oké, niet huilen. En toen kwam ik bij Loesje aan en die woont bij mij heel dichtbij. En toen stond ze niet buiten. Dus ik en Marie die dachten van, hè? Dus ik zeg maar die bel Loesje. Want ze reageerde ook al niet op de app. En we dachten, zij is natuurlijk bezig met kuppen. En naar buiten, dat ze alvast staat te wachten. Nou, puntje bij paaltje. Ze sliep nog. Deze meid. En Loesje slaat altijd met oordop in. Dus dat was echt mega feest. Dus had ze door de wekker heen geslapen. Oh, en dat is er nooit eerder gebeurd. Maar daardoor werd mijn emoties van verdrietig naar eerst best wel boos. Ik denk, hoe kan het nou? En toen naar, ja, ik kon niet meer. Ik had zo held van het lachen. Dus je was helemaal ready voor de trip. Ze kwam naar buiten in een soort van Coachella-achtige vibes. Ik ben dan zo'n type die echt alles al heeft klaargelegd. De volgende dag wat ik aandoe en mijn paspoort, alles. Nou, Loesje dus niet. Die dacht, ik heb gewoon in de ochtendtijd nog om te kijken wat ik aan ga doen. Ga lekker nog mijn haar krullen. Of lekker relax lang douchen. Want ze had een wekker volgens mij om 3:30 gezet. Ja. Nou, ze kon dus helemaal niks meer. De haar was ontploft. Ze had geen make-up op. Nou, ze kwam met slippers aan. Ze kwam naar buiten op een blote voeten. Met een heel kort mini skirt rokje. Een badpakachtig cut-out body en een hoed. Ja, we gingen helemaal stuk om. Ik was blij dat ik nog een jas voor haar had meegenomen en sokken. Oké, we zijn geland. Alleen de koffers duurden heel erg lang. Zou je denken, hoezo hebben jullie koffers mee als jullie maar 1 nacht in gaan slapen? Maar we gaan natuurlijk de collectie gaan shooten. Dus still waiting. We zijn nu in ons hotel aangekomen in Londen. Dus even wachten tot de kamer klaar is. And how cute is this bag? Hey, Loesje. En we zitten nu even lekker te wachten. Tot een gemberteetje. En dan krijgen we een tour. En Marien en ik dragen allebei de nieuwste cargo's. Niet aan de wijn, maar aan de thee. Ik ben heel naar de kamer. Hey, jongens, we zijn dus in het hotel. Oh, daar zijn de koffers. Hoe leuk. Dit is onze badkamer. Hoe lekker. Met een heerlijke douche. En we hebben zelfs een bad. En er komt er nog een extra bed. Maar ik denk dat wij gewoon met z'n drieën gezellig in 1 bed gaan slapen. En dit, Marie, is het allerleukste. Even kijken. Hoe leuk is dit? Kijk nou. Van midden op Piccadilly zitten we. Hey. Oh, ik heb al die snacks hier. Lekker, ik ga het pakken hoor. En mensen, ik heb honger. Oh. Oké, we gaan nu alle sets uitpakken. Oh. Dit is de badkamer. En dan gaan we vol content maken. Het ruikt hier ook zo lekker. Die douche is ook echt insane groot. En we hebben echt super leuk uitzicht op Piccadilly Circus. Champagne. Gezellig! Leuk hè? Toen we bij het hotel aankwamen, dat we meteen konden inchecken. Ja, dat was wel echt heel fijn. Bij waren kan je natuurlijk pas rond 1:00 inchecken, 2:00. Ja, want we waren geland om 8:00. De koffers duurden wel echt heel lang. Ja. Sommige mensen stonden al 2 uur te wachten vanuit Miami, maar bij ons duurde het gelukkig maar 1 uurtje. Dus we waren denk ik rond 9:30, 10:00 in het hotel. Want het was nog 1 uur rijden vanaf Heathrow. Yes. En toen zei die vrouw van, nee, jullie mogen wel inchecken. Want anders hadden we dus vanuit het hotel moeten omkleden. En dan was het ook gelukt, maar nu hebben we dus lekker alles kunnen voorbereiden, sets op bed gelegd. En we hadden echt een prachtig balkon met uitzicht op Piccadilly Circus. Dat is echt wel, dat heeft wel echt ons verblijf. Ja, die vrouw had het inderdaad geadviseerd dat er die kamer nog vrij was. Dat voor een hele kleine bijdrage we daarin konden. Dat was super lief. Echt top. Dus we kwamen aan, we hebben alle setjes gemaakt. En zijn we eigenlijk meteen gaan shooten. Ja. Ja, we hebben niet eens eigenlijk ontbeten, niks. Nee, echt meteen door. We hebben heel veel geshoot. Lekker in de taxi to Harrods. En we zijn in deze winters gekleed. Amen to deze boulevard. Amen. Even foto's maken. En het is hier heel zonnig gelukkig. Dus we hebben mazzel. We nemen het toilet van het hotel. Hoe leuk zijn deze toiletten? Echt niet normaal. Dit is het enige. Enig. En het plafond ook.
Oh, ik zit voor jou te vloggen. En hier heb je dus allemaal eigen wc's. Is toch hilarisch? Even kijken hoe leuk. Plafond. En daar zie je de wc's beter. Mooie foto maken van Loes. Helemaal in Reinders. Wij zijn nu bij Sketch. Lekker aan het eten. Ronde 1. Ronde 1. Alleen wij eten weer. Alleen Loes en Marie eten weer. We hebben voorgelegd bij Sketch. En straks mee naar... Ergens anders doen. Nee, we gaan hier twee nachten. Oh ja. Ja, oh ja. En kijk hoe mooi het hier is. Jeetje, wat een mooi beeld, klein Loesje. Eeuw. Van Baldo. Loesje, voor jou, weet je ook weer? Dat is beter. Woe! Okay. Just joking. We zijn, het is wel zijn blauw bij. We waren al voorgelegd op, het is nog helemaal dicht. Oh, kijk, ja, we gaan door naar het volgende restaurant. Ik word er echt emo van. Ja, ik ben wel mee. Ik kwam net zo leuk als je broek met Hemelies. Ja. Ik heb het varkentje daar gekocht. Weet je wat ik thuis heb? Hemelies? Ik ken dat dus. Hemelies. Oh, Hemelies. Nou, het staat als een C-soort van Harry Potter winkel. Oh. We doen er alles echt. Smellen, blazen, toveren. Oh. We kunnen ook echt toveren. Dit is leuk. Oh, in die takje zaten we net in die roze. In die kun je nog zien. Zullen we even leuk foto maken? Oh, deze? Ja, deze taxi. daar. Heel veel gedaan. Dus we hadden Sketch in Londen. Dat is een heel leuk roze restaurant. Maar het is inmiddels dus nu oranje. Maar die hebben echt wel de meest gave toiletten. Die hadden wij om 6 uur geboekt. Want we dachten, we doen gewoon een lange avond met verschillende hotels en restaurants. En dan lijkt het net of je dat heel erg lang content kan posten. Dus daar hebben we eigenlijk een voorgerechtje gedaan. Binnen een uurtje waren we weg, zonder weer bijten. We gingen naar het hotel, weer omkleden, gingen we naar het volgende restaurant. En zo hebben we eigenlijk zo doorgegaan. Steeds wel even kunnen zitten, maar niet kunnen relaxen. Nee, we hebben niet echt uitgebreid kunnen eten. Want we hebben ook nog in Londen zijn we nog naar het Prada Café gegaan. Nog in de middag naar Harrods gegaan. Ja. Piccadilly Circus naar de metro gegaan. Mayfair gegaan, ja. New Bound. Dus het allemaal was in één dag. Allemaal in één dag. Dus het was echt in de taxi, uit de taxi. In de taxi. Nou, we zijn nu op een plek. Dit is zo leuk. Als je naar Londen gaat, dit is echt amazing. Sexy Fish heet het. Ik eet dan mijn boontjes. Maar wij hebben zoveel honger dat we niet meer kunnen communiceren met elkaar. Ik heb zelf de sojasaus aan het opeten. Oh, dat doe je altijd. Dat doe ik. We hebben zoveel gerend, gelopen, gefilmd, gefoto's. We hebben gisteren 2000 foto's gemaakt. Ja, ik ben even wat aan het zoeken. En het is niet omdat we niet... Goed op de foto staan, we hebben gewoon heel veel gedaan. We hebben gewoon heel veel gedaan. Maar ik moet jou ten huwelijk vragen op 12. Oh, nu hoor je het hoor. 31-23. 1-2-3-1-2-3. Ik heb iets speciaal. Ja, wacht. We hebben het even over wanneer ze ten huwelijk worden gevraagd hier. Hoe leuk is de sexy thing? Dat is 1-2-3-1-2-3. Vind je dat leuk? 1-2-3-1-2-3? Nou, wel leuk. Ja, het is wel leuk. We allemaal een nieuwe collectie. Ja. Loesje draagt de ene met cargo. Oh, wat salt en pepper. Thank you. Thank you. Wat is dit? Een specialty inktvis met salt en pepper. Heerlijk. Nou, we gaan lekker eten. Kijk, krokodil daar. Tell me your mom. Oké, tell me your mom. You're not a mom. We zijn nu bij Hemelies. Alle kinderen huilen hier. Hoe leuk. Al die kindjes zitten binnen, Marie. Help me! We worden gek, kijk. We hebben al de eerste. Oh, daar is het hier. Oh ja. Ja, dit vindt hij enig. Ja, vindt hij dat leuk? Wij zijn aan het dansen. Dit is zo leuk. Oh, what shall I do? Is het voor Lima leuk? Nee, we gaan eventjes iets leuks zoeken. Ik wil geen knuffeltjes, Jules. Waar ben je? Ja. I don't want knuffels. Oh. Abortmissie. Oh, dit is eentje.
Jeetje, veel. Ik wil nooit zoveel knuffels dan zijn. Oh, dat is ook een hele leuke dino knuffel. Die is ook wel heel zacht, joh. Wat zijn ze hier nou weer aan doen? Kijk, Elena. Oh god, ik hoor alleen maar huilende kinderen die natuurlijk alles mee willen. Zie of dat twee dino's. Ja, dat vind ik echt geweldig. Ja, ga kijken of ze iets, qua, iets leuks hebben qua, echt iets qua activiteiten. Lydia wil geen knuffels meer. Kijk hoe leuk onze outfitjes. Oké, okay, we got some. Nou, we hebben zo'n leuke bekker. Dan zeggen ze gewoon je naam. Wat is er druk hier? Taxi. We moeten juist naar de andere kant, denk ik. Daarheen. Cap, cap, cap. Oh, wat mooi weer. En Lucius heeft in de meantime naar Selfridges geweest. Die dacht... Oh, apart gegaan. Dus ik en Marie naar Hemlies gegaan voor een klein half uurtje. Ja, we konden daar echt 3 uur lang vertoeven. Het waren 6 verdiepingen. Nou, nee, 4, 5. Het was een soort van mini Disney. Nou, het is echt geweldig. Alleen maar om ons heen kindjes die huilen die niet meer weg wilden. Ik denk, ja, ik begrijp het. Livia zou er ook nooit meer weg bij willen. Bij elk product dat we zijn om de corner staat hier iemand een product uit te leggen. Met zoveel liefde en enthousiasme. Ja, dat je zelf gewoon wil kopen. Ja, ik vind dat zo slim. Disney. Dat is wel heel overdreven. Nee, qua personeel. Oh ja. Ze zijn daar met bellen aan het blazen, aan het rennen, aan het echt enig. Ja, het is echt superleuk. Nou ja, dus dat was ook erg leuk. En het allerleukste was om onze outfit te stylen. En we hebben echt... Oké, dit was ons hotelkamertje. Kan je missen? Kijk hoe gorgeous Loesje is met onze cargo pants. Jawel. Jawel, ze heeft nu een S aan. Ik denk dat je straks wel echt XS nodig hebt, hè? Nee, joh. Nee? Nee, schat. En Marie... Dat top. Ik kan hem aantrekken natuurlijk, dus dat moet ik even doen. Ja. Beeldig. En Marie heeft de nieuwste collectionen aan. En ik ook. Maar we hebben al koffers ingepakt. Dit is wat we hebben geshopt. Valt mee. Ik krijg ook een van de nieuwste collecties. Meer laat ik niet zien. Dit was ons hotel. We gaan nu weer uitchecken. Welk hotel was het heet hier? Royal Café, Londen. Oké. Okay. Eerst was onze vlucht gecanceld. Kregen wij leuk in op het horen. Toen hebben we een andere vlucht geboekt, anders waren we er morgen pas en wij kunnen niet zonder onze kilo's moeten wegzetten. En mijn eiland is helemaal weg, zie ik. Stonden we in plaats... Oh, in plaats van een uur lang in de taxi hebben we het bijna 2 uur over gedaan. En we hadden nog maar 20 minuten met borden, dus het gaat top hier. Londen. Londen. Maar het is aan boord dit. En het leuk tasje. Gefilmd hoor. Wat dan? Vind ik leuk. Ja, vind ik leuk. Oh, heel verjammer maar. Heel trillig, heel bewegelijk. Ik kom net die trap af en ik wilde een boekje. Kunnen eindelijk vliegtuig in. Warm koud, warm koud, warm koud. Oh, deze heeft de meest waanzinnige schoenen. Ja. Nou, het zijn er echt wel deze. We hadden ook heel veel comments opgekregen. Maar deze zijn dus van Bobelis, maar ze zijn dus van Lanvin. Maar moet je kijken, jongens. Dit is een match made in heaven. Dit is een match made in heaven. Of Lanvin wisten dat wij deze cargobroek gingen krijgen. Ja, want dit is nu dit seizoen uitgekomen. Wij hebben die broek vorig jaar bedacht. Lanvin waarschijnlijk deze schoen ook. Hoe leuk! Dit is nou, dus wij waren helemaal blij met de schoenen en accessoires die we hebben gekregen van Balberend om uit te lenen. Uiteindelijk houden we alles zelf. Ja, uiteindelijk houden we het zelf. Dit is gewoon echt geweldig. Dit is gewoon een 10. Eigenlijk nog een paar, maar dat is natuurlijk overdreven. Maar goed, ja, dit is dus echt... We waren dus aan het shooten op Newbound en ik zag al iets glinsteren in de etalage en dat waren schoenen. Dus ik ging eigenlijk voor de schoenen naar binnen, maar ik heb dus geen riemen. En toen zag ik dit. Ja. En op jouw lijf geschreven. Ik ben in mijn vorige leven echt een extra geweest. Ja. Jongens, hij glimt zo mooi. Ik zie het niet eens heel goed, maar het is echt enig. Het enige jammer is dat hij dus wel gewoon op een andere site nu in de sale is. Maar goed, een tip voor mij, voor jullie. Hij is dus nu in de sale. Ja. Maar hoe mooi is die? Ik heb denk nog nooit zo'n mooie riem gezien. Nee, dus ik heb eigenlijk deze pet gekocht. Die is in Nederland overal uitverkocht. Dus ik was daar helemaal blij mee met de nieuwste Rijms collectie. Is jullie riem? We hebben het echt netjes gehouden. Heel veel skims, gewoon basisstopjes. Maar dat was niet heel dicht. Nou, dus we hebben het super leuk gehad in Londen. En we hopen dat jullie het leuk vonden om deze vlog te bekijken. Ja, blijf ons supporten. Elke 2 weken komt gewoon weer een nieuwe vlog. Want we gaan voorlopig niet naar business trips. Of dat ons kindje verlaten, dat we het later doen. En wat gaan jullie zien in de volgende week vlog? We hebben een heel leuk event weer. Event eigenlijk. Lima de verjaardag. Lima de verjaardag. Is dat net ervoor, hè, nog? Even te denken. Nee, het is nog ervoor. Want ja. Het is nu pas 24ste. Ja, weet ik. Oh, het is nog ervoor.
Ja. Maar wel de voorbereiding van Lima de verjaardag. Je wordt 1. Ik ga nog met Mike naar een heel leuk event van Quote. Ja, en we hebben een Friends with the Brands event dat er aankomt. We hebben ook nog, dus echt super leuke dingen. Dus. Keep you updated. Love, Reiners.